Ja, gekke witte sterren hier. Live vanuit de studieboeken. Mamma mia. Ja, vandaag een beetje taaie studie. Hoe moet het allemaal in elkaar steek. Ja, ik snap het zelf ook niet helemaal goed. Het heeft een beetje met de wind te maken, zie. Bewegingsrichting en al de gein. Draaihoek, koorden. Ja, taaie stof, dat zie je alweer. Maar goed, ik ben er alweer aardig klaar mee. We gaan weer richting het vliegveld. Dus even met die vlag spelen. Ik ga eens even zien dat ik het beste eind omhoog vlieg. Dan die vlag erop en dan zo wieuw, wieuw, wieuw eromheen naar beneden. Nou mensen, klap die kant erop. Ja mensen, we zijn weer op vliegveld aangekomen. Weet je wat ook het voordeel van zo'n lange stok is? Die wespennest die je bejagen. Nu moet ik wel wegwezen. Ze komen dus maar op de flikken. Ja mensen, de vlag ligt weer klaar. Alles onder controle. De wind is nog een beetje draaierig. Ja, je kunt het niet echt goed zien. Daar heen de wind gaan. Dus ik leg even snel mijn scherm klaar. Dan klappen die kant op. Want ja, als de wind elke keer draait en die komt dus natuurlijk de brom met aanlopen, dan moet hij wel gelijk tegen de wind in omhoog. Dus je gaat even het scherm klaarleggen en dan volgas omhoog. Het doel is dus zo hoog mogelijk vliegen vandaag. Die vlag naar beneden te flikkeren en dan zo wow, 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 volgas eromheen. Nou mensen, we gaan even kijken wat we kunnen. Haha, kijk eens. Ja, je ziet het goed. Dat opzetten ging monster. Ja, er stond ook iets een windje vandaag. Dus ik had er mooi op de wind liggen. Dan pakt hij niet sneller op, hè. Ja, dan zit je zo weer boven te kijken. Nou, nu eens kijken of we hem kunnen pakken. Maar kijk eens goed. Hier gaat alles mis. Gewoon net niet. Zie je dat? Wat verdikken aan toe. Nou, nieuwe rond, nieuwe kansen. Haha. En dat is hem, hoor. Ja, ja. Zonder strijd geen overwinning. Volle pipe. In oog met dat ding. Ah, je ziet het, hij hangt heel machtig mooi. Dus daar ben ik ook dik tevreden over. Ik ga er ook niks aan doen. Ook niet recht ophangen of zo. Ook niet meer gewicht. Ik heb er een touwtje aan gemaakt. Zie je, dat balletje gaat iets naar achter. Dan heb ik niet meer die druk in mijn benen. Dus nu heb ik bij mijn harnas hangen. Ik heb een speciaal release systeemtje opgezet. Dat ik in geval van nood één knopje trek en ga ik weg. Ah, nu hang ik toch haast stil. Want in één keer is het behoorlijk gaan waaien. Ik zet hier even de trimmers iets los. Dat wil zeggen dat het scherm... De positie van het scherm verandert, dan gaat de achterkant omhoog, dat hij iets minder wind vangt, dan hang je tegen de wind. Nou, je ziet aan mijn voeten, ik kom gewoon helemaal niks vooruit. Ook met die trimmers los hang ik nog bijna stil. Het is echt in één keer behoorlijk gaan waaien hier ook. Nou, ik was hier met Cor aan bellen. Ik zei, Cor, ik weet niet wat hier gebeurt, maar die vlag die vangt wel zoveel wind, joh. Vlieg gewoon achteruit. Nou, dat was dus niet zoveel wind, die wind is gewoon behoorlijk aangetrokken. Dat had ik heel niet in de gaten. Nou, de grond was super rustig. Mooi kalm. Maar het is niet dat het levensgevaarlijk is. Het is goed te overzien. Nou, je ziet het. Ik ga een beetje met de wind mee schuin op het veld aan. Want ik moet toch weer zien dat ik in de buurt van het veld kom. Even een selfie voor mijn moeder. Dan weet ze ook weer wat ik aan het doen ben. Alleen maar gekkigheid in Italië. Ha. Ja, die vlag naar beneden gooien. Ja, de vorige keer ging die recht naar beneden. Maar dit gaat dus helemaal anders dan gepland. Ik ging boven het veld en hij valt gewoon 30 meter ernaast. Ja, dat zegt genoeg. Zoveel wind staat er. Dat is helemaal niks. Nou, gewoon terughalen dat ding dan. Ik had er een touwtje aan gedaan en ik kan de vishengel haal ik hem weer terug. Zie je? Haha, gek wit is. Ja, dat gaat monster. Hier, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nee, is gek gaat. Ik heb er maar één keer naar beneden aan vallen, want er stond er zoveel wind. Het was niet voor de herhaling van deze dag. Dus ik heb net een filmpje fiets teruggespoeld, zodat je rustig kunt zien hoe dat allemaal gaat. Nou, we klappen naar beneden. Even kijken waar die vlag ligt. Hier, die ligt midden in dat rit. Nou, daar ben ik straks ook een mooi gezegende man mee. Dan moet ik dat rotding er nog uit gaan halen. Maar eerst is even landen. Nou, zie, landing. Alles gaat mis. Ik kreeg hem gewoon niet aan de grond. Het ging veel te hard. Ja, nieuwe rond, nieuwe kans, tweede keer. Je ziet mij opzij stappen nu, zie. Ja, dat is heel niet goed met die windvlagen, want die drukt hem alle kanten op. Ik heb hem gelukkig nog wel goed onder controle, dus we kunnen hem weer rustig aan neer gaan leggen. Maar ook dit weer, ik krijg hem slecht naar beneden, zoveel wind als erin staat. Dat klapt erop, mensen. Het is windig vandaag. En zo in één keer. Oh. Dat was een hele klus, dat is twee knopen moeten landen. Oh man.
met een bank op de kop. Dat was een hele strijd. Gosje, bulle. Ik was het vliegen en ik was met Corrie aan bellen. En in één keer zegt tegen hem, ik vlieg achteruit joh, met die vlag eraan. En ik denk, nou, dat, ik zeg, dat ding dat is veel te groot, dat trekt veel te hard. En ik vlieg terug en ik denk, ho, ik ben al op het vliegveld. In één keer een wind, joh. Nou, je ziet wel die vlag, die Poolse vlag hier klapperen. Ja, beste wind. Nou, ik kreeg heel dat ding in de grond. Dus met het eromheen vliegen, dat ging ook niet. Dat ding dat klapte naar beneden, maar die vloog gelijk een eind weg. Dus ik moet eerst dat ding eens uit de bomen gaan halen, want nu ligt hij daar een eind uit de riet in en word je bang van. Bliks. Ja, die vlag ligt hier dus ergens in dat ding. Je hebt 3 meter tot 2 met dat ding kan pakken. Nou, je ziet het wel, dat riet klapt, het trap, suk zwaar, joh. Maar dat is nu niet zo erg, het stikt hier ook van de brandnetels. Dan probeer ik met die stok even aan dat touwtje erachter te haken, zodat ik hem kan pakken. Maar ja, ik word hier helemaal gejeukt door die brandnetels natuurlijk, daar word je niet gelukkig van. Dan heb ik hem iets te pakken, nu knapt er nog iets een touwtje af ondertussen, wat het allemaal is, weet ik ook niet goed. Maar, er gebeurt wat. Ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het zit niet mee vandaag. Wat een gekloof. Maar opgeven is geen optie. Zie, ik krijg hem wel te pakken. Maar ik moet zien dat ik één kant krijg, dat ik die stok niet over meer breek, zie je. Maar dat is ook weer gelukt. Dan ruk ik hem weer heen. Maar je ziet goed, het stormt gewoon hier. Veel alabas. Rijdt geen overwinning, mensen. Ja, gekke mieters, ik heb het hek weer gesloten, want het stormt hier ondertussen zuk zwaaien. Ik ruim de brommen nog even op. Dat ding de hoek in en dan is het weer leuk geweest. Nou, gekke mieters, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en al dat gekkigheid meer en die likes eronder en die reacties. Je weet wel hoe dat moet op YouTube, ik heb er ook niet heel veel verstand van. Dan klappen we morgen weer een nieuwe beeld online. Oh ja, vanavond heb ik nog een dansshow bezichtiging hier in Italië. Ja, die dames vroegen al 6 keer of ik kon kijken, want ik heb ze natuurlijk wijs gemaakt dat ik jarenlang stripper op de Red Light District ben geweest. Dus ja, die vinden het helemaal geweldig als ze zo'n even stripper even kon kijken naar hun dansshow. Dus die beelden zou ik morgen ook eens even meenemen in die vlog van die dames van vanavond, als dat een beetje mee heeft. Haha, gekke mythes. Nou, ciao tutti. Goed weekend allemaal.